En toen hij uit het schip ging, zag hij de grote scharen. En hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. En bij het vallen van de avond kwamen de discipelen tot hem en zeiden: de plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstreken. Zend dan de scharen weg, dan kunnen zij naar de dorpen gaan om spijzen voor zich te kopen. Maar Jezus zeide tot hen: zij hoeven niet weg te gaan. Geef gij hun te eten. En ze zeiden tot hem: wij hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. En hij zeide: breng mij die hier. En hij beval de scharen, de grote groep mensen, dat zij in het gras zouden gaan zitten. Nam de 5 broden en de 2 vissen en hij zag op naar de hemel. Sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen. En discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd. En ze raapten het overschot der brokken op, 12 manden vol. En zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus je kunt je voorstellen dat dat een flinke groep mensen is. 5000 mannen. Dat betekent minimaal ongeveer 5000 vrouwen. Inclusief kinderen. Nou, 1 of 2, 3 kinderen. Nou, kleine 20.000 man. Wow. En dat op 5 broodjes en 2 vissen. Wauw. Maar in wezen zegt God, Jezus dus, tegen ons hetzelfde. Gaat heen en geeft gij hun te eten. Ja. Dit is het voedsel. Het woord Gods is het voedsel. Gaat heen en geeft hen te eten. Ja. En bij mensen zijn dan zo van, ja, maar wij kunnen niet. We zijn beperkt. We hebben maar heel weinig. Nou, kom op, maar Jezus helpt u. Als u christen bent en u wil erop uitgaan, dan zegt u, ja, maar ik heb heel zo weinig. Ik kan zo weinig. Ja. Jezus voorziet wel. Wees daar maar niet bang voor. Dat ziet u hier. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. En het is belangrijk dat u de mensen voedt met het woord van God. Vind manieren, wees creatief. God helpt u wel. Ja, want Jezus voorziet, Jezus kan dat vermenigvuldigen. Jezus gaat over het meer. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant. Totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. En bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Maar het schip was reeds vele stadien, dat is een bepaalde afstandmaat, ik weet niet even hoeveel, maar maakt even niet uit, van het land verwijderd. Geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de 4e nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Dus hij liep over het water. Wat hadden we in Genesis gelezen? Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en de duisternis lag op de vloed. En Gods geest zweefde over de wateren. Jezus liep over de wateren. Het liep over het water. Ja, parallel. Jezus en God zijn één en dezelfde. Blijkt ook hier weer uit. Toen de discipelen hem over de zee zagen, werden zij verbijsterd en zeiden: het is een spook. En zij schreeuwden van vrees. En terstond sprak Jezus hen aan en zeiden: houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. We hoeven niet bang te zijn. Als we bij Jezus zijn, hoeven we niet bang te zijn. In de angst. Angst en liefde gaat niet samen. Als er sprake is van angst, dan is er geen sprake van liefde. Dat staat ook elders in het Nieuwe Testament. Als de liefde weg is, is er angst. Dat zag je ook wel bij de schepping toen Adam en Eva zondigden. Op het moment dat de relatie verbroken was, de liefde van God was niet meer aanwezig bij Adam en Eva, werden ze bang. Bevreesd. Ja, we waren bevreesd en we verstopten ons. Ja, dus op het moment dat de relatie tussen u en God verbroken is, is er angst. En angst hangt samen met bestraffing. Dat zegt de Bijbel ook ergens in het Nieuwe Testament. Ja? Adam en Eva verborgen zich ook. Ja? Ze waren uit de liefde van God gestapt. Ze hebben niet naar God geluisterd, dus ze waren uit de liefde van God gestapt. En was er angst.
Bang voor bestraffing. Ja, dat zie je hier dus ook. Een stuk. Oké, wees niet bevreesd. We hoeven niet bang te zijn. Als we in Jezus zijn, als we samen met Jezus zijn, hoeven we nergens bang voor te zijn. Maar waarom zouden we? Niks te verbergen. God ziet in mijn hart aan. Ik hoef niet bang te zijn. Waarvoor? Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide: Kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken. En hij schreeuwde: Heer, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waarlijk, gij zijt Gods Zoon. Ik maak het eventjes af en dan bespreek ik dit stukje. Het was een heel boeiend stukje. En toen zij overgestoken waren, kwamen zij in Genezaret aan land. En zodra de mannen van die plaats hem herkend hadden, zonden zij bericht in die gehele omgeving. En men bracht tot hen die ernstig ongesteld waren. En ze smeekten hem dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En alle die hem aanraakten, werden behouden. Wauw. Ja. Hier staat, over dat, ik ga even een stukje terug over dat Petrus die uit de boot stapt. Dat wordt van u als christen ook verwacht. Durft u in vertrouwen op Jezus uit de boot te stappen? Op het water te gaan lopen? Durft u dat? Uit te gaan? Jezus daagt u hier in principe een beetje uit. Nou, kom maar. Zie niet op de storm. Die komt er. De storm is er. De winden, die zijn er. Of dat u nou in de boot blijft of uit de boot stapt, die winden en die storm, tegenslag, dat is er. Daar ontkomt u niet aan. Maar durft u in vertrouwen op Jezus uit de boot te stappen? In geloof uit te stappen? Durft u op het water te lopen? Ja. Er staat hier niet dat heel veel mensen zeggen: ja, dat waren toen ijsschotsen en bla bla bla. En dat is allemaal wetenschappelijk zo en zo te verklaren. Jezus liep gewoon over het ijs. Nou, sorry, hier staat: beveel mij dan over u te komen over het water. Vloeibaar, anders kon het ook niet stormen. Maar dan waren er ook geen golven, waardoor de storm ging liggen toen op een gegeven moment Jezus in de boot stapt. Dus nee, nee. Ijsschotsen, nee, sorry, het was echt water. Jezus liep over het water. Ja. Maar durft u als christen zijn uit te stappen uit de boot, in geloof, een geloofsstap te maken? Soms niet makkelijk, dat weet u wel. Maar durft u uw zekerheden achter te laten? Soms moeilijk. Ja. Dat vraagt Jezus soms van ons. Om uit te durven stappen. Durft u dat? Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik bedoel, ik herken het. Om soms dusdanige stappen in geloof te maken. En zeggen: oeps, dat oké. Maar dat vraagt Jezus van ons. Ondanks de storm. Ondanks de tegenslag. Ondanks de winden. Ondanks alle zaken die niet zo leuk zijn. Of bent u kleingelovig? Want die vraag moet ik mezelf ook stellen. Durf ik uit te stappen uit de boot? Of ben ik kleingelovig? Ja, soms wel, ja. Ik ben ook maar mens. Soms dan, wat zal ik nou doen? En wat moet ik nou doen? En hoe kan ik dat nou doen? Ja, soms kan dat inderdaad. Dat je nog te weinig geloof hebt om uit te stappen. Dat kan. En dat is een leerproces om te durven vertrouwen op Jezus, continu. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar Jezus wil dat wel van ons. Hij probeert ons wel daartoe te stimuleren om uit te stappen in geloof. Geloofstap te maken. Ja. Oké, ik denk dat ik het eventjes wel wat voldoende heb. We hebben tot en met 14, Matthäus 14 zijn we gekomen. Volgende keer ga ik verder met hoofdstuk 15. Oké, dank voor je aandacht.